Dit zijn de sleuteltjes van de fietsen. Ja. Deze is voor u. En deze is voor u. Dank u wel. De gemeente heeft een afspraak met Funride in verband met fietsenverhuur. Mensen kunnen fietsen huren. Funride brengt de fietsen naar de logistiekbedrijven en komt ze terughalen. Dus die zullen 7 dagen op 7 open zijn vanaf april tot oktober. En het is een service toe naar de logistiekbedrijven. We hebben heel veel troeven, sterke troeven. Ten eerste gezet, we zitten hier in het Wijnkasteel. Dat is het grootste troef wat we hebben hier in Reemst. Dan kunnen we naar Cannes, naar de Nagelgrot. We hebben ondergrondse grotten, bovengrondse. Sinds 2013 hebben we met de rederij Stiphout een samenwerkingsakkoord. Die doet de vaartochten rond Maastricht en de omgeving. En je kunt de 4 sluizentochten doen. Die komt iedere woensdag en zaterdag in Cannes langs. Wat denk je waar we hier zijn? In een van de wijnkelders van het Wijnkasteel. Hier liggen de eikenvaatjes. Er liggen er op het ogenblik 165 of 168. We hebben 20.000 mensen die het domein bezoeken, 20.000 mensen per jaar. We hebben 14 gidsen opgeleid die hele interessante rondleidingen geven door het arboretum. Er staan 200 bomen, die ouder zijn als 100 jaar, zijn erbij, die zijn 400 jaar oud. Ze bezoeken de kelders, dit is één van de 17 kelders die we hebben. Vanaf september wordt het Wijnkasteel, wat hier zit, het decor voor de nieuwe VTM Serie-reeks Zuidflank. Dan wordt hier de arena over een familieveten die opnieuw oplaait als de zoon na 10 jaar Kenia terug naar huis komt voor de begrafenis van zijn vader. Je hebt geen prachtigere locatie als hier. We hebben het mooiste Wijnkasteel van heel België.